De samenvatting tussen ONS Bozo Snake en SV Urk wordt u mede mogelijk gemaakt door Brasserie de Koperen Kees, Libertas Intermediair en Kuipers van den Berg. Welkom op het Zuidersportpark voor de apotheose van dit seizoen 2013-2014. ONS Bozo Snake heeft zich al veilig gespeeld voor de topklasse voor volgend seizoen, maar er staat vandaag een prachtig toetje te wachten. De bekerfinale tegen SV Urk. ONS Bozo Snake schakelt de ploeg uit als MSC Meppel, SC Joure en SC Erika en mag het vandaag thuis opnemen tegen het lastige Urk. Urk maakte indruk door in de halve finale met maar liefst 5-0 te winnen van Flevo Boys en daarnaast werd Urk vliegend kampioen in de eerste klasse. Het zal dus een hele lastige opgave worden voor de ploeg van Bert Hollander. Eens kijken hoe hij het wil gaan aanpakken vandaag. Dus de tegenstander vastzetten en druk erop uitoefenen en in balbezit zorgen dat je er doorheen voetbalt. Verzorgd voetballen eigenlijk op de helft van hun en dan zorgen dat je een goal maakt. Vorige week ging uw ploeg met maar liefst 7-0 onderuit tegen FC Lisse. In hoeverre speelt zo'n wedstrijd nog mee vandaag? Nee, dat speelt helemaal niet mee. Zien dat is een wedstrijd op zich. Wij waren veilig. We hebben in ieder geval de jongens die op scherp stonden, die hebben we rust gegeven. De blessures hebben we rust gegeven. Desalniettemin stond daar een goede ploeg. Alleen, dan krijg je in de eerste minuut daar een goal tegen. En die mensen spelen daar voor een hele dikke premie. Die gaven vol gas. Ja, en bij hun lukt alles. En bij ons zat het toen even tegen. Prima. Dan hebben we een biertje naar de tijd gedronken. En van de week hebben we goed getraind. Op weg naar Urk en nou kunnen we eigenlijk, we missen twee man, we missen Sander en we missen iets geschorst en Johan is ziek. Voor de rest zijn ze alle 18 fit en die hebben we erbij vandaag, dus we gaan vol goede moed gaan we de wedstrijd in. Op een heel druk Zuidersportpark komen de 22 spelers van ONS Bozo Snake en SV Urk het veld op voor de bekerfinale. ONS Bozo Snake gaat dat doen met de volgende 11 spelers. Ivan Landlust staat op doel. Achterin zijn het Klaas de Vries, Arnold Herder, Chris de Wacht en Alen de Boer. Op het middenveld zullen gaan spelen Jacob Noordmans, Arvi de Boer en Danny Kamstra. De zijkanten voorin worden bezet door Martijn Rozenburg en Curti González. En in de punt staat Jurrien Bos. Urk maakt in de halve finale indruk door Flevo Boys met 5-0 te verslaan. En ONS Bozo Snake wist er nou een nauwe te winnen van MSC Meppel. Urk werd kampioen in de eerste klasse. En ONS wist Lijsbout in de topklasse zeker te stellen dit seizoen. Het is prachtig weer. Er is vuurwerk. Eigenlijk zijn alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige bekerfinale. De handen worden geschud. En in een blauw-oranje rook krijgt u ook het arbitrale trio in de hand. Het is ook de verjaardag van aanvoerder Chris de Wacht. En kan hij samen met zijn ploeg een leuk verjaardagscadeau in de wacht slepen. Om maar eens een leuke naam grap te gebruiken. Twee arbiters zojuist in het zonnetje gezet. Omdat ze gaan stoppen met hun werkzaamheden. Maar goed, dat is pas na de bekerfinale. We gaan zo beginnen. Topklasser ONS Bozo Snake tegen eerste klasser SV Urk. Vierde man geeft zijn goedkeuring. En dan zijn we begonnen met de eerste helft van de bekerfinale ONS Bozo Snake tegen SV Urk. Chris de Wacht gelijk zoeken naar Jurrien Bos, maar die wordt afgevlacht. En González. Rozenburg. Alen de Boer, was hij de vorige thuiswedstrijd nog spits, nu verdediger. En hij probeerde deze in één keer. In de halve finale lukt het hem ongeveer van die afstand. Nu belandt de bal in de handen van doelman Ronkes. Bos, goed gekaatst, gaat naar de grond. Speel gaat door, González. Door de benen. Kamstra, Bos, dit is heel mooi gespeeld, ONS Bozo Snake. González, alleen op de doelman af. En Ronkes kan pareren. Maar wat een prachtige aanval van ONS Bozo Snake. González alleen voor de keeper gezet. En het is diezelfde doelman Ronkes die goed pareert op de inzet van González. Dat betekent dat Noordmans wat uitzakt. Bal richting Bos. Die kopt terug. Danny Kamstra kan niet schieten. Kamstra met het schot. En dat gaat over. Maar weer goed gedaan ook door vooral Jurrien Bos. Lijkt ook weer nu een sterk aanspeelpunt. Kamstra naar González.
Bos is voor de goal. González, die schiet. En die scoort! En het is 1-0 voor ONS Bozosneek in de bekerfinale tegen Urk. In de 20e minuut maakt Curti González 1-0. Goed werk ook van Danny Kamstra. González kreeg de bal aan de linkerkant. Die twijfelt niet en schiet de bal goed binnen achter de doelman. En dan Martijn Rozenburg. Het gaat nu snel. Rozenburg schiet in de handen van de doelman. ONS Bozosneek is gas aan het geven. Bos, slim balletje. Net niet tot bij Rozenburg. Dan het schot nog van Bos. Gaat naast. Maar ONS Bozosneek is de betere ploeg. Dat kan gezegd worden. En via de Vries kan misschien Hakvoort weggestuurd worden. Maar Hedde doet dat ook sterk. Oh, Landers is uit zijn goal. Dan kan bijna de boer binnen tikken. Waar niet dat die bal van de lijn gehaald wordt. Maar het was ook buitenspel. De boer stond ook buitenspel. Laat dat duidelijk zijn. Opletten geblazen achterin. Hakvoort. Aan de boer komt weg. Bal is nog altijd nog niet weg. Goed schot van Gert-Jan Nagel. Maar ook een heerlijke bal voor een keeper. En met een prachtige duik redt hij van Landlust. Het spel mag nog even verder van de scheidsrechter. 3 minuten extra tijd zullen er toch bijna op zitten. En die zitten er nu ook op. ONS Bozosneek gaat rusten met een 1-0 voorsprong tegen SV Urk in de bekerfinale. Dus een eventuele verlenging en penalties zijn nog ver weg. ONS Bozosneek is ook de betere ploeg, kreeg de betere kansen. En leidt verdiend met 1-0 door het doelpunt van Curti González in de 20e minuut. De samenvatting tussen ONS Bozosneek en SV Urk wordt u mede mogelijk gemaakt door Brasserie de Koperen Kees, Libertas Intermediair en Kuipers van den Berg. Spelers van zowel ONS Bozosneek als SV Urk staan weer op het veld. Het arbitrale kwartet is aanwezig en de scheidsrechter gaat nu fluiten voor het begin van de tweede helft van de bekerfinale. Waarin ONS Bozosneek nog altijd met 1-0 leidt. Noordmans glijdt weg, maar speelt wel Halen de Boer goed aan. En dan wordt González weggestuurd. Lichtruimte. Curti González. Zijn voorzitter komt bij Kamstra. En een wat een redding ook voor de doelman van Urk Romkes. Goed schot van Danny Kamstra. Maar de score wordt nog niet verdubbeld. Brands wordt door niemand lastiggevallen. Ja, nu door Klaas de Vries. Jelle de Boer. Terug naar Brands. Brands met schot. En dat gaat maar net mis. Leek mij de paal zelfs. Goed schot van de linksachter. Als de boer een hoekschop neemt voor Urk. Die hoekschop is goed. En wordt via een speler van ONS Bozosneek verlengd. Mag de hoekschop van de andere kant genomen worden. Zal vastloten voor zijn rekening nemen. Nog 10 minuten te spelen. Hier is Sneek. 1-0 de stand. Martijn Rozenburg met de vrije trap. Hij mag in de herkansing. Hij gaat schieten, Rozenburg. Bal aangeraakt door Nagel, de wacht dan. Waar komt hij uiteindelijk terecht? Bij Rolf Dijk, die probeert het eens. Netjes, blokt. Wederom Rozenburg met de voorzet. Daar is nog Chris de Wacht. Maar weggekopt door Brands. Mogelijkheid voor ONS Bozosneek om de score te verdubbelen. Noordmans. Krijgt hem terug voor Rozenburg. Die bal voor, daar is de Wacht. Daar is de Wacht. En daar is de 2-0 op zijn verjaardag. Maakt Chris de Wacht de 2-0 voor ONS Bozosneek tegen Urk. En hiermee lijkt hij toch de bekerfinale te beslissen met nog 10 minuten te spelen. Had al een paar keer gekopt vandaag Chris de Wacht. Werd nog niet erg gevaarlijk, maar nu is het dan raak. Met een goede kopbal op zijn verjaardag zet hij ONS Bozosneek op 2-0 tegen Urk. Zal Rozenburg de bal gaan voorzetten. Doet hij ook. Bal draait naar de verre hoek. En die bal lijkt er bijna in te gaan via Chris de Wacht. Was misschien ook wat te veel van het goede geweest. Het tweede doelpunt. Vrij gedaan door Noordmans. Rozenburg. Dit is heel mooi. Dit is heel mooi gevoetbald. Via Bos weer Noordmans. En dan is er een hoekschop.
mooi gevoetbald door ONS Bozensneek. Dit soort stukjes voetbal laat ook zien dat zij de terechte bekerwinnaar zullen zijn. Mooie paas van Nagel richting William de Boer. Maar Ivan Landlust, attent, moet de bal nu nog wel raken en dat doet hij ook. Goed gedaan van Ivan Landlust. Dijk. Dijk schiet en wat een redding van Ronkes. Goed schot ook van Rolf Dijk. En bijna was het daar 3-0. En dan fluit de scheidsrechter af en is ONS Bozensneek de winnaar van de beker. Het wint met 2-0 van Urk en bekroont zo toch een prachtig seizoen. Handhaving in de topklasse werd bereikt. En nu dus met een 2-0 overwinning op Urk pakken de mannen van Bert Hollander en Sander van der Heijden de KNVB districtsbeker. In de eerste helft scoorde Curti González al de 1-0. En in de tweede helft was het de jarige aanvoerder Chris de Wacht die de score verdubbelde. En zo mag ONS Bozensneek zich gaan opmaken voor de huldiging. Handen worden geschud. Sanne van der Heijden ontvangt de felicitaties van trainer De Boer van Urk, sportief. Terwijl de beker door de KNVB-heren rustig wordt neergezet met de bijbehorende medailles. Het podium wordt opgebouwd. En dit zijn toch de momenten waar het als voetballer voor doet. Het feestje wordt gevierd. Spelers omhelzen elkaar met de staf. Deze bekeroverwinning? Ja, het is natuurlijk een mooie bekroning op een goed seizoen van ons. En, het is alleen jammer dat de wedstrijd niet zo heel erg goed was, maar ja, dat maakt uiteindelijk ook niet uit natuurlijk als je gewoon wint. Wat vond je van tegenstander Urk? Ja, je weet gewoon, alle clichétjes die komen weer voorbij. Ze gaan er gewoon 90 minuten voor en dat zag je denk ik wel. Al waren ze op het laatst wel echt moe, maar ja, ze hebben echt gestreden voor elke meter. En dat is natuurlijk wel de prijs in de jongens. Maar normaal gesproken moeten wij gewoon winnen en ja, ik denk dat het ook wel terecht was. Ik heb er nog nooit een finale meegemaakt, dat is geen bekerfinale. En als je nou ook nog wint, 2-0, ja, klaar toch? Fantastische afsluiting van het seizoen. Was je erg zenuwachtig vooraf? Nou ja, gewoon de wedstrijdspanning die je in de competitie ook wel hebt. Alleen je weet, dit is één wedstrijd. Als je wint, ben je winnaar. Als je verliest, dan heb je niks. Dus dat is misschien een spanning die er wat anders op staat natuurlijk. Maar voor de rest, nee. Gewoon normaal. Dit is mijn derde. Hetzelfde, alleen aan de jaartal. Is het ook de mooiste? Nou, dat weet ik niet. Als speler vond ik het mooiste, dat was met FIC. Toen wonnen we van de belofte van Heerenveen. En als trainer heb ik hem met Jouren gewonnen, dat was in 2002. Nou, en nou weer hem dan hier thuis op eigen veld voor heel veel mensen. Ja, dat zijn alle drie mooi, dat is onbeschrijfelijk. Hij het wint, dat. En de jongens vinden het nou ook mooi, die hebben wel gezegd, beker is niet belangrijk. Maar nou heb je hem en dan vind je het mooi. Wat vond je van de wedstrijd aan zich? Nou, zoals ik het wel verwacht had. Ik vond onze voetballend beter. En dat was de eerste 25 minuten was het ook zo. Dan gaan we 2-0 voor moeten staan. Dan sta je maar 1-0. Nou, toen gingen zij uit een ander vaatje tappen. En dat mocht allemaal. Dus daar gingen wij even in mee. Nou, dan hebben we na de rust hebben we het weer op zich hebben we het goed hersteld. Dan waren we weer beter. Dan moet je 2-0 maken. Gebeurt niet.
Toen waren we het ook even 10 minuten kwijt. Toen zetten zij even aan, 4-5 corners achter elkaar. Nou, dat was Ivan, die had alles en dat stond gewoon goed. Ja, en dan maak je 2-0 en dan is het over en uit. Ja, ja, mooi hè, dan is het over en uit. Arvie de Boer met Leo Bekema, met de beker. Arvie, hoe zwaar is die beker eigenlijk? Ja, maar niet zwaar. Hey, je hebt een geweldige wedstrijd gespeeld. Hoe voelt dit om deze beker te pakken? Ja, super cool. Hey, vorig jaar pakten we dus promoveren we naar de topklasse. En nou weer fantastisch een beker winnen. Dat is echt. Je had het aan het begin van het seizoen kunnen zeggen, zeg maar. Wat vond je van de sfeer vandaag hier in Sneek? Super. Ja, als je hoort dat Urk in de stad bezig is, vuurwerk en dat soort dingen. En die jongens hier, eigen jeugd, een beetje lopen te knallen met vuurwerk, een beetje rookpot. Nou, hartstikke leuk. Super mooi. Gaat deze bekerwinst ook gevierd worden vanavond? Ik ben bang van wel. Ik ben bang dat het later wat vanavond. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Hey, gefeliciteerd man. De samenvatting tussen ONS Bozo Sneek en SV Urk wordt u mede mogelijk gemaakt door Brasserie de Koperen Kees, Libertas Intermediair en Kuipers van den Berg.